Logistiek dienstverlener Viege in Zaandam opende onlangs de deuren van een nieuw cross-dock-center. Vanuit deze accommodatie transporteert het bedrijf temperatuurgevoelige en ADR healthcare producten. Een efficiënte doorvoer van producten zonder temperatuurschommelingen is hierbij van groot belang. Nou, we hebben hier het healthcare proces van Viege Nederland. Binnen dit proces leveren wij alle farmaceutische materialen voor de Benelux-regio. Wij leveren dat voornamelijk aan de medische groothandels, ziekenhuizen en ook aan de eindconsumenten conform GDP. Wij staan onder zeer strenge eisen. Dat houdt in dat wij onze distributie conform GDP-richtlijnen moeten uitvoeren. En dat houdt in dat alle distributie tussen 2 en 8 en 15, 25 graden moet uitgevoerd worden in een volledig gesloten keten. Ja, we hebben gekozen voor deze kussens omdat we wel gekeken hebben naar shelters. Alleen wat we zagen was dat de koude lucht aan de onderkant van de shelters eruit viel. En toen kwamen we deze oplossing tegen en daarin kwamen eigenlijk voor ons meerdere oplossingen samen. Waarbij het wel van belang was dat op het moment dat het voertuig tegen de kussen aankwam, dat het voertuig daar niet door beschadigd werd. Dus dat het materiaal wel zacht genoeg is om de kracht van het voertuig te absorberen. We zijn nu anderhalf jaar verder en we zijn zeer tevreden over het eindresultaat. We zijn samen met Assa Abloy een pilotproject ingegaan voor een unieke oplossing. En ondanks onzekerheden in het begin van het traject zien we nu toch dat de realiteit precies is wat we aan het begin van het pilotproject van hadden verwacht.